Leerlingen van de zesde klas van de lagere school hebben vandaag hun toets afgerond. De toetsen zijn afgenomen in de vakken taal en rekenen. We namen een kijkje op de Bernadette School. De leerlingen vertellen hoe ze zich in deze coronaperiode toch hebben kunnen voorbereiden op de toets. Ik denk van heel goed. Okay, denk je dat je 1% zal slagen? Ja, ik denk het heel goed. Oké, okay. De vakantie, maar wat ga je allemaal doen in de vakantie? Misschien door met mijn lessen gaan, een beetje ontspannen en ja. Ik vond het heel goed. Het is beter voor ons om meer te leren in plaats van thuis te blijven niks te doen. Het was goed en ik vond toch wel een beetje rekenen pittig, want dat zijn mijn zwakste vakken. Ik vond rekenen toch wel een beetje pittig, want dat mijn zwakste vakken zijn. Ik heb uit toetsboekjes gewerkt, ik heb een paar boeken. Ik had oefenboeken, dat had mijn moeder me gegeven. Zo heb ik geoefend. Veel leerlingen vonden het dragen van een mond- en neuskap erg lastig. Ze hopen dat er gauw een einde komt aan de pandemie. Vandaag hebben wij algemene taalkennis gemaakt en daarna hebben we redactierekenen en cijferen gemaakt. Oké, en hoe was het bij het maken van deze toetsen? Algemene taalkennis was makkelijker dan redactierekenen en cijferen. En redactierekenen en cijferen was ook best wel makkelijk, maar dit waren een paar sommen die ik niet echt kon maken. En wat waren die sommen? Som 11 kon ik eerst niet maken, omdat ik iets fout heb berekend. En som 18 kan ik ook eerst niet maken, omdat ik iets fout heb berekend. Wat zijn nog een idee waarover deze sommen? Ja, som 11 was... In som 11 moesten we... Er was een prijslijst en dan moesten we berekenen hoeveel die persoon moest betalen. Tot zover enkele leerlingen van de zesde klas van de Bernadette School. De toetsen op de basisscholen zijn achter de rug.